net zero, oftewel nul CO2-uitstoot. Dat is de ambitie van DuraVermeer voor 2050. Waarom die ambitie zo belangrijk is en hoe DuraVermeer dat doel wil bereiken, dat wordt vandaag besproken op de laatste dag van de Provada. Ik neem jullie weer mee. Waarom is de reductie van CO2-uitstoot zo belangrijk voor DuraVermeer? DuraVermeer wil haar verantwoordelijkheid nemen om klimaatverandering tegen te gaan. We zijn een familiebedrijf, dus we kijken naar volgende generaties. En wij vinden gewoon dat we daar een hele grote impact kunnen maken en moeten maken. En hoe gaan jullie nou die komende jaren toewerken naar die nul op de teller? We hebben daar een plan voor opgesteld. Dat is onze Net Zero strategie. Waarbij wij verantwoordelijkheid nemen voor de CO2-uitstoot van zowel de materialen die we gebruiken als de energie die onze gebouwen gebruiken. En wij hebben verschillende doelstellingen om in 2030 tot 50% reductie te komen. Een paar voorbeelden daarvan zijn dat we 20% van alles wat we bouwen in hout gaan doen. We gaan veel meer biobased materialen toepassen. En we gaan zorgen dat het beton dat we toch wel moeten toepassen, dat veel CO2-armer is. Gefeliciteerd. Jullie hebben de Reuse Award zojuist in ontvangst mogen nemen. Wat maakt dit project nou zo bijzonder? Waarom hebben jullie die prijs gewonnen? Er is veel leegstaand vastgoed en kantoren. En wij hebben deze in 8 maanden tijd omgebouwd naar 260 appartementen voor studenten. En ja, die woningnood is heel erg hoog op het moment. Ik heb begrepen dat jij hier als houtcaptain in een soort speeddate setting allerlei vragen over hout beantwoordt. Kan jij mij uitleggen waarom hout zo goed past binnen de Net Zero strategie? Nou, hout is een heel mooi product wat CO2 opslaat. En als dat uit duurzame bossen komt en het wordt losmaakbaar ontworpen in gebouwen, dan kan het ook worden hergebruikt. En als dat op een goede manier gebeurt, dan kan je een soort cascadering laten ontstaan met hout. Waarbij het hout wel misschien wel 150 jaar in de gebouwde omgeving blijft. En in die tijd kunnen er misschien wel 2 à 3 nieuwe bossen weer groeien. Welk woonconcept heb jij vandaag gepresenteerd dat vormgeeft aan jullie duurzaamheidsambities? Nou, we hebben net ons nieuwe woonconcept R gepresenteerd. En daarmee maken we echt een grote stap naar onze ambitie om onze CO2-uitstoot te halveren. Dus met name opgebouwd vanuit hout, houten constructie. En ook voor de rest installatiesysteem is gewoon hartstikke vernieuwend, waardoor het energieverbruik echt naar nul of onder nul gaat. Op wat borrels na zit de Provada er voor dit jaar alweer op. Maar de Net Zero strategie van DuraVermeer is pas net van start gegaan. Blijf dus vooral op de hoogte van alle ontwikkelingen via onderstaande link. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar.